Want een vermenigvuldiger van 3 betekent natuurlijk bij elke 1 rand verandering een autonome besteding krijgen ons een 3 rand verandering in die vlak van inkomen en productie. Nou, indien die autonome besteding soos investeringsbesteding dus met 100 rand sal afneem, dan betekent dit die vermindering in die vlak van productie en inkomen sal gelijk wees aan 100 maal 3 is gelijk aan 300. En die stelling is derhalve correct.